Je gaat de ripper niet riepen, broer. Oké, okay, oké. Okay. Zit jouw je, je ripvragen, die gaan allemaal niet door. De normale vragen, je gaat mij klimmen, maar die ripvragen, ik word niet geriept, broer. Goedemorgen, goedemiddag, goeienavond. Ik ben Andy Kisema en dit is School Sport. Vandaag zijn we met Gilles a.k.a. Lukaka, Brian a.k.a. Brizzi en de enige echte junior voor Tonga. We zijn er, we zijn er, we zijn er. Bon. Is traditie in deze show, als de guest komt, het eerste dat je moet zeggen, dat is even zo tokens, zo -tokos. Weet waarom je? We hebben maar één guest gedaan. waarom Boys, is dat de traditie? Dat is mijn is traditie als, waren, als ik er ben. Bonk. Dus ik moet dat doen. Wie. Nee, niet zo. Tokos. Nee, broer. Maar kijk, jij zegt dat. Ik kan dat niet zoals u doen, snap je? Oefen, oefen. Ja, oefen. Pas okay. Op het einde van de aflevering ga ik dat opnieuw. Moem junior, uh, we gaan even eerst over u praten, witf. Is uh, iets dat ik mij heb gevraagd: waarom junior vertongen? Waarom Junior Vertongen? Ja, broer, dat is uh, een lang verhaal eigenlijk. Maar ik ga het kort proberen uit te leggen. Dus toen ik 11 uh, jaar was, hadden wij een workshop op school. En uh, die kwamen gevaren over social media uitleggen, snap En toen zeiden ze van kijk. Het is best als jullie niet jullie echte namen gebruiken of jullie echte leeftijden of jullie echte woonplaats, bla. want dat kan een gevaar uh, zorgen. Alleen dat kan voor gevaar zorgen voor jullie, snapte? Oké, okay, ik had dat in mijn hoofd gehouden, ik was elf jaar, ik was toen al actief op Facebook en zo, snapte? Dus ik kwam thuis, ik dacht van weet je, ik ga mijn naam veranderen. Oké, okay, en toen was er toevallig een hype, zo'n trend op Facebook, Allochtone met deze echte naam. Ik zocht wat kan ik pakken, ik kwam vertongen uit. Ik had er veranderd naar Vertonghen en toen ja. Sindsdien is dat gebleven dan? Dat is gewoon gebleven. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik denk dat uh, de meeste mensen je eigenlijk kennen van uh, je eigen show dat je hebt. Ben je alert. Uh, vertel er eens over. Uh, hoe bent je erop gekomen en, en hoe is dat nu? Hoe ontwikkelt zich dat? Vertel er eens um, Dat is begonnen bij uh, mijn vriend William. Dus we waren, we waren bij zijn thuis en uh, zij weten van... Ik zocht altijd een manier om zich zeg maar uit te blinken op sociale media en toen zeiden ze van weet jij ga live, snapte? zei tegen mij ga live dit dat um, en die zeiden speel het spel. ja nee, want er gaan voor kijkers zorgen, snapte? Als jij live gaat en jij speelt dat en iedereen die ja of nee zegt en jij kijkt die eruit, gaat voor interactie zorgen. Toen dacht ik ook oké okay, wacht ik ga dat doen. Ik kwam thuis, ik begon na te denken, bla bla en dan dacht ik van nee ik ga er gewoon een spel van maken op YouTube en uh, toen begon ik brainstormen te brainstormen en uh, ben ik advies gaan vragen met mijn neef, met mijn Mathies en uh, begon ik het uit te schrijven en is het dan geworden wat het is oké okay. nee nice man dus ik, denk, uh, ik denk Jill je kunt het ook wel aan en Brian ook zijn show dat is echt wel heel hard is wel hard of nee? je ja, jou, vind jou show niet hard, is dat eerlijk? Ja, dat niet hard? Ik, ik vind jou hard, maar ik vind jou show niet hard. Ah, dat is niet eerlijk, bro. Dank je. Maar, <laughs> maar ik ben eerlijk. He. Ja, maar ik ben blij ik dat ben je mijn hard vindt. Ik ben bro. eerlijk, broer. Ja, dat is goed, dat is goed. Eerlijk, dus ik heb je gebeld, je weet, ik heb je gebeld voor iets. Ja. Dus ik ga je bro, niet disrespecten, maar zijn show vind ik niet hard. Ja, maar, bro, maar bro, chat, chat naar hem nog steeds. Oké. Okay. gewoon eerlijk, bro. Jij moet dat gewoon niet zeggen. Je bent raar, ja, wallah. Maar, nee, is, maar dat is geen disrespect. Het interesseert mij niet wat jij vindt, snap je? Als je dat vindt, dat is show. Je je? Nee, maar mijn spel is niet voor iedereen, snap je? Het is niet voor iedereen. Dus uh, ik heb ook gewoon een bepaalde doelgroep, snap je? Dus. Mm -hmm. Ja, is goed. Denk je dat je nog gaat uitbreiden naar andere soorten spelletjes? andere soorten Ja, sowieso. Sowieso, sowieso deze is gewoon echt zo'n startschot. Mm -hmm. en dat wil ik echt gewoon uh, uitbreiden. Ja. En uh, ben je ooit een baller geweest? Nee. Nee? Weet je voetbal? Nee. Je, ja, Matt is kijken zo. <laughs> ik, ben geen, ik ben geen balieman, ik ben geen balieman, Ik heb je zelfs al in een groene shirt gezien. Hè. Ah, dat kan bro, mm. dat kan. <laughs> da. <coughs> nee, kijk, weet je, ik heb wel voetbal gespeeld of zo. Gewoon ploegje hier, ploegje daar. Gewoon voor de lol. Maar uh, nooit echt. Okay. Uh... Nee, is goed. Nee, uh, we hebben er nu ook gekeken naar uh, de match. Met uh, uh, de groep met Engeland, Kroatië, Schotland, en uh, Tsjechië. Uh, Engeland staat eerste, je hebt Kroatië daarna, Tsjechië als derde en uh, Schotland als vierde. Um, ik zou zeggen, Brian, geef ons een analyse van de wedstrijd uh, Tsjechië-Engeland. Um, ik heb een paar dingen opgemerkt tijdens de wedstrijd. Um, ik weet niet of je de wedstrijd goed hebt gezien, maar vanaf de 60e minuut uh, was er een moment dat Kyle Walker als centraal verdediger ging staan en John Sonnen was aan het spelen als rechtsback. back. Ik weet niet waarom het dat is, uh, dan moet je aan Southgate gaan vragen, maar dat was iets dat mij opviel misschien was dat gewoon puur om de, de counter aanvallen eruit te halen in de diepte of omdat John Stones werd daarna gewisseld misschien was dat niet fitje nog om die laatste uh, looplijnen in de diepte te gaan verdedigen dus dat is het eerste wat ik had gezien en dan hebben ze mij eens opgemerkt dus hij uh, startte met Saka vandaag Saka Grealish en wie was er op links uh, Sterling Sterling uh, wat ik dit jaar heb gemerkt is ja, de keuzes daarvan van heeft gemaakt dit jaar de spelers die het statistisch gezien de beste seizoenen gehad, Rashford en Sancho, beginnen altijd op de bank. Maar Saka, Grealish uh, en zoals Foden in de vorige wedstrijden hebben minder goalcontributies gehad dit seizoen, maar toch starten ze meer dan um, ja, dan de spelers die meer dreiging brengen. En het laatste punt dat ik wil opbrengen. Uh, het gevoel dat ik krijg van Engeland is dat ze moe zijn en ik denk omdat elke speler daar uh, elke topspeler, dus die bij een toploeg speelt ongeveer dit jaar 50 wedstrijden heeft gespeeld en ik mm -hmm. denk dat bij hun echt het hardst doorweegt dan bij de alle, andere alle landen want ja. ja, je hebt die hendersons uh, je hebt gewoon de top de, van de top zes spelen zijn meestal van 50 wedstrijden elk seizoen en je merkt dat echt wel heel hard met dit ek zonder een voorbereiding binnen het seizoen dus ik denk dat dat het grootste probleem is met Engeland Mm -hmm. Gilles, akkoord met de stelling? Ja, je zag ook uh, in de statistieken voorop dat het EK begon dat Engeland de, de ploeg was met de meeste speelminuten. zowel gemiddeld als over het totaal. Um, je ziet dat, dat er moeite in de ploeg begint te sluipen. Nu, ik denk dat ze dit EK nog wel moeten aankunnen. Het is dan de vraag, kunnen ze het voorseizoen en, en het seizoen dat erop komt nog aan? En we weten allemaal dat er nog een WK aankomt uh, in het midden van het volgende seizoen. Uh, wat mij ook was opgevallen was... Um, Inderdaad, de keuze voor de flankspelers. Nu, ik denk wel, als Sterling maakt de goal en Saka is, man van de match, ook met uh, een belangrijke contributie in de opbouw. Dus dan kun je stellen dat die keuze vandaag goed heeft uitgepakt. Um, ik denk niet dat veel mensen die op voorhand zouden hebben gepakt. Ik denk dat heel veel mensen um, Sancho. Ja, Sancho de zien spelen en het jammer vonden dat hij ook zo weinig minuten kreeg. Um, er zijn al veel uh, conspiracy theories geweest over is het omdat er iets met Menu dan het uh, mm -hmm. opkomen, of is het voor een of, ander, of voor een andere reden. Nu, uh, nou, als u twee flankspelers, de ene maakt een doelpunt en de andere is man of the match, dan kun je daar niet veel op zeggen. Ik vond Kane ook weer al eigenlijk iets te weinig. Ik denk nu in drie groepswedstrijden hebben ze maar twee doelpunten gescoord bij de door Sterling. Dus dan kun je toch wel stellen dat er uh, offensief nog wel bij mag komen. Ze hebben wel drie keer de nul gehouden nu, dus dat is wel iets positief om mee te nemen. Maar ze zijn ook nog niet getest geweest door... De sterkste landen, Kroatië vond ik niet op zijn best tegen Engeland. Dus het is, het is uitkijken naar de. Engeland speelt heel volgende ronde. Uh, pragmatief met twee. Met, uh, de, de drie wedstrijden al met twee defensieve zessen gespeeld. geweld uh, is er niet echt. Zelfs de backs komen niet hoog op. Dus, uh, uh, in Engeland heeft heel veel grote problemen. Ik, denk, ik had heel veel hoop op de voorhand, maar ik denk dat deze. Je kan zeggen dat één wedstrijd, ah, is toeval. Twee wedstrijden, oké. Okay. Maar drie wedstrijden op dezelfde manier spelen, geen verandering. Je wisselt een aantal spelers en er zitten niet veel verbeteringen Dus ik denk dat voor Engeland niet... Ah, ze kunnen een heel toernooi zitten met 1 winnen tot in de finale, maar ik zie het niet gebeuren. Mm -hmm. Junior, denk je dat Engeland een kans maakt op echt... Uh, de, nee, de, ik de denk het niet. Nee, op basis van hun spel denk ik niet. Nee? nee. Het verste dat ze kunnen geraken, wat zou dat kunnen zijn volgens jou? Als ze niet oppassen, broer. Echt de finale is gewoon... Dat is gewoon direct eruit. Maar tegen wie gaan ze vonden? Ze hebben een moeilijke wedstrijd nu. Ja, ja, ze gaan tegen denk ik de tweede van groep F, ah, als, als ik me niet vergis. Ja, ja dan is het denk ik bye bye Engeland, jammer genoeg. Dan is bye bye Engeland. Nu ik vond wel dat de backs, wat dat je net zei, ik vond dat ze hebben ook uh, de eerste twee wedstrijden met volledig verschillende backs gespeeld. Maar ik vond wel de, de derde wedstrijd vandaag vond ik Luke Shaw uh, ja. meer dan deftige matchspel in de overlap over Grealish en ik vond Walker in de eerste helft iets meer naar voorkomende. Um, ik vond ook Kelvin Philips was in de eerste wedstrijd wel uh, man van de match met een assist. En de tweede wedstrijd vond ik van hem ook zeker iets minder. De heb ik eigenlijk nog drie iets wat anoniemere wedstrijden zien spelen. Maar vandaag was hij ook belangrijk in de opbouw met de Saka naar voren liep en hij eigenlijk breed liep voor de 1-2. Dus op dat vlak kun je wel stellen dat hij de, die ene bijdrage dan heeft geleverd. Voor de rest was het ook niet spectaculair. Dus ik ken u er wel deels in de volgen. Ja. ik nog één ding dat ik wil aanhalen, is. Uh... Het, het, het missen van Harry Kane in deze ploeg. En ja, oké, okay, dat is een running joke. Harry Kane is bla bla bla. Maar hij krijgt geen service. En dan moet je ook gaan nadenken naar zijn selectie. Dus hij moet op voorhand eerst met Alexander Arnold, Reese James, Trippier gaan en dan uh, Walker. Yeah. Nu, de enige wedstrijd die Trippier heeft gespeeld, is op linksback. Dus. Je neemt hem mee om dan even te spelen op de linksback, pas dat hij elk beter is op de rechtsback met zijn voorzitter. Dus dat is een wapen dat je wegneemt. wel, K okay is nu uitgevallen um, door COVID. Maar dan denk ik, dan moet je gaan nadenken over de keuzes. Je neemt x aantal spelers mee op bepaalde posities, maar je gaat er ook niks mee doen. calvert heeft misschien vijf minuten gezien deze, heel deze toernooi. Ken is niet goed bezig. Wist van, haal dan Ken eruit en zet dan en lewin erin. Probeer iets anders. Maar ik merk het bij Southgate. Met zijn selectie had ik al heel veel vraagtekens dus en nu heeft hij dat nog groter gemaakt. Mee. Je neemt Trippier mee, dus dat is een guy en je gebruikt die niet. Dus, allee, ik snap het niet. En dan ga je die gebruiken op linksback, dus ik snap het niet. Fuck deze guy, man. Hij ja, had aanvankelijk ook vier rechts-backs in zijn selectie met Trippier Walker, Trent. En, ja, ik weet uh, het, maar dat is raar. Dus ja, Trent, uh, Trent viel dan uit met een uh, blessure, dus dan is het ook weer van maar ik dacht niet dat Trent ging starten? elke keer. Nee, ik ook niet. Hè? Maar dan is het nog altijd die, inderdaad de, de, de beslissingen die hij neemt zijn inderdaad raar en, like, ja, want geen, De selectie geen, klopt heen... misschien niet volledig, want je hebt dan wel een Jude Bellingham die verticaler er meer het spel heeft. Ik vond Henderson uh, in de eerste fase ook nog um, een box-to-box rol een beetje vervullen toen hij inviel. Ja. Daarna was het meer uh, de passen naar de backs die voor offensieve impulsen zorgden. Maar um, ik merk dat Jude Bellingham eigenlijk de enige op die, dus op die dubbele pivot is die ja, ja. recht naar voren kan. Of je moet Grullisch dan als een team gaan uitspelen of mount gebruiken, zoals in de eerste wedstrijd. Maar in die dubbele pivot is het inderdaad iets te conservatief. Maar dat kun je dan weer uh, beargumenteerd door het feit dat ze nog geen doelpunt tegen hebben gekregen. Dus, ja, dat wel. Maar het is okay. heel saai Engeland. Heel saaie. Ja, het is, geen, het is niet Engeland dat we okay, hebben gezien. Uh, vandaag in de kranten en ook op de social media las ik echt heel vaak zo FIFA. Is uh, hypocriet, UEFA is hypocriet. En dat is omtrent eigenlijk de uh, LGBTQ community. Um, eigenlijk. Is, uh, Allianz, Arena, Allianz Arena, sorry, ze eigenlijk een alleen de regenboogvlag zitten. Ja. Uh, en helemaal omkader in het stadion, maar het mag niet. Zo gezegd door bepaalde politieke redenen. Um, zelf weet ik eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Ik weet niet. Hebben jullie daar misschien zo'n soort van mening over? Nee. Um, I ain't doing that. No, okay, like I you ain't know. doing that. You're yeah, not stupid. <laughs> <laughs> I'm not doing that. <laughs> no, Jean? Ik denk dat... Um, enerzijds denk ik dat wij niet in de positie zijn om te spreken voor de mm -hmm. LGBT-community, in dezelfde zin dat ik like, niet zou willen hebben dat iemand die niet zwart is, spreekt in, in mijn plaats over zwart zijn. Klopt, klopt. Dus op dat vlak... Like, is mijn mening is misschien niet de belangrijkste, maar ik kan wel mijn mening geven over UEFA. En UEFA die altijd zegt dat zij gelijkheid en verdraagzaamheid en, en al die mooie termen hoog in het vaandel dragen. Dat valt dan uh, te betwijfelen als je ziet dat, er, dat zij um, oliebierrechten als iets politiek beschouwen. Ik denk, dat, ik denk dat... Ik heb al vaak gezegd dat voetbal een beetje een afspiegeling is van de maatschappij. En ik denk dat dat ook weer toont hoe hypocriet dat beslissingnemers op die plek kunnen zijn. En dat je, je kunt allemaal zeggen dat je een beleidsplan hebt en dat iedereen... Uh, Iedereen welkom is, zogezegd, in hun sport. Uh, ik denk dat het feit dat er geen enkele open uh, voetballer in de topcompetities is, al getuigt dat de mensen die daar zijn zich niet veilig voelen. En ik denk ook dat het feit dat een, een regenboogarm bent als iets politiek kan worden beschouwd, uh, mm -hmm. dat zegt ook al veel over de beweegredenen van die politiek. Dan, dus. ja, klopt, klopt. Je hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld ook landen, de, 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 ik zou zeggen de meest Oostbloklanden, die dan Bijvoorbeeld niet knelen, als de wistraad begint. Nee, um, maar ik vind dat we met knielen niet direct gaan zeggen dat dat iets racistisch is. Hè? Nee, nee maar ik wil ook niet over racisme ah, okay. praten. Nee, ik wil gewoon meer praten over uh, allez, een statement van een land, hoe, 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 dat, hoe dat je er erachter kunt staan. Kun je bijvoorbeeld, net zoals jij zegt, jij vindt bijvoorbeeld van. Ja, als, omdat een land niet knielt, zijn die niet, racistisch, niet per se racistisch. Bijvoorbeeld een Tsjechië hebben we hier ook gezien. Uh, ik heb niet gezien, want. Uh, uh, ja. Maar een Tsjech heeft bijvoorbeeld niet, niet geknield. Je ja, hebt ja. dan gezien in het van Engeland. Wat, wat denk jij daarover, Junior? Wat ik erover denk. Mm -hmm. Ja, ik weet niet. Iedereen pakt dat uh, pakt anders op. Want uh, bepaalde mensen denken als jij knielt dat jij opkomt voor Black Lives Matter. Maar dan heb je bijvoorbeeld uh, Romelu, die dan zegt van nee, ik kniel omdat ik uh, gelijk gelijkheid wil voor iedereen. Snap je? Mm -hmm. um, dus ja, ik weet niet hoe Tsjech je dat oppakt, dat knielen, maar misschien pakt ze dat anders op. Dus ik weet niet. Ja. Nee, dat is goed. Wil je nog iets Voor zeggen? Voor mij is het ook zoiets van. Um, ik ga inhaken op wat je zegt. Inderdaad, Romelu zegt dat hij knielt omdat hij solidariteit tegenover alles en iedereen wil. Ik denk als je dan. Het knielen is, is nog altijd symboliek, dus dat gaat mm -hmm. in zichzelf nog niets oplossen. Ik denk het feit dat hij daar de aandacht niet op wil vestigen iets heel goed. is. En los van of dan een ander land dan meeknielt of niet. Denk ik dat dan eigenlijk niet de bedoeling moet zijn van te kijken en mijn vingers te wijzen van ah, die knielt wel, die knielt niet. Snap je? Ja, hij ja. altijd, dat lost niks op. Like, hij knielt omdat hij de aandacht wilt vestigen op een ander probleem. En het probleem is dat mensen die dat probleem niet willen inzien blijven wijzen naar hij knielt. Of hij doet al marxistische redenen of hij doet al uh, extreem links is of weet ik veel wat. En dat allemaal proberen in een politieke politiek trechter te gooien totdat het, totdat het een, een, een politieke kleur krijgt, al bekend. En, mm -hmm. Dat is enerzijds jammer, langs de andere kant. Hey, het, is, het blijft jammer, maar het is te voorspellen ja. dat heel ja. veel mensen die kant op gaan. Oké, okay. hey, is goed. Hey, bedankt voor jullie meningen. We ja. gaan even overgaan naar de wedstrijden van morgen. Zijn er uh, zijn er vier. Even gaan naar groep, uh, groep E. Groep met Spanje, um, dat eigenlijk uh, ja, de derde is. Kans om eruit te gaan. Denk je dat Spanje er dadelijk door Ik denk okay. het wel. Toch? ja ik denk dat ze er toch toch met doorgaan. een Morata op zo'n niveau. Ik verwacht dat ze echt door gaan. gaan. Dus we gaan zien. Door of niet door. Jawel, door. Ah, wel, door. Ja. ja ik, ik geloof dat ook. Nee, ik geloof dat ook wel. Is het toch wel, wel een overwinning tegen Slovakije? of? Spanje heeft zo. Ik weet niet WK tussen team was dat ook zoiets. Waar hij die kampioen was gespeeld, dat hij ook in de groepsfase heel veel moeite had en in de laatste wedstrijd die toch heb begonnen met een goal van David Villa's. Dat goed herinnert dus. Ah ja, is ah ja, in elke wedstrijd hebben we gezien dat we ze wel dominant waren. Okay, ze scoren niet, maar ze ja. waren wel heel dominant. Dus op, als je gaat werken met expected goals, gaan ze sowieso wel uh, een wedstrijdje mm -hmm. winnen. Jij verwacht ook gewoon een Spanje dat doorgaat? Ja, ik denk wel. Ja, ik denk ook met Gerard Moreno, die, nu heeft in, in, uh, die erin is gekomen en heeft bewezen dat hij wel uh, dat gevaar voor doelpunten kan brengen, dat Morata eigenlijk mankeert. Denk ik dat Spanje ay, het ook verplicht is aan zijn stand. Ik heb Slowakije wel een, een goede eerste wedstrijd in spelen tegen, Zweed, nee, tegen Polen. Um, ja, ze hebben nog altijd niet de resultaten die ze willen. Maar ik denk als Spanje zichzelf een beetje serieus neemt dat ze dit altijd moeten winnen. Trap gewoon, trap. Trap. Trap, op doel. Trap. trap. trap op doel. We zijn al Trapando. Trapando. een mooi Trap aan, ik ben een beetje op de goal. Veters door die bal jagen. Heel tijd. Pas, 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 pas. Trap G, fuck man. Dat is <laughs> dat maas, je bro? Je staat bij je moet pas geven naar de rechtsback, broer. Trap. Deze Mag niet uit, trap. Die zijn toch niet eens de beste speels? Trap. Bro, ik zeg je eerlijk, ik ben geen fan van mooi voetbal. Nee? nee. Ben je geen fan van lelijk voetbal? S counters. Zakelijk, broer. Snap je? Okay. Okay. Ik zou het niet lelijk noemen. Ja, ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Ja. Yeah. Zo, ik dus al oh, dat tikken is niet nodig voor mij. Dus je hebt liever efficiënt winnen, ja. klinisch. ja. het ja. zeggen, een, be, een beetje à la, à la Portugal? Een beetje. Ja, zo. We hebben eerst een doornaar F dat ook morgen speelt. Gang, gang, gang. Uh, Portugal. Brian. Jill. <laughs> <laughs> Portugal speelt tegen Frankrijk, toch? Ja. Uh, 5-0 Frankrijk. Want fuck Portugal. Uh. Allee, kom. Um, het ding is: Portugal heeft nog altijd Ronaldo. Dus die kan altijd dingen uit zijn hoed overen. Um, Frankrijk heeft heel veel wapens voorin. Dat wordt een hele spannende wedstrijd. Ik denk dat Duitsland al wel over Hongarije zal lopen. Ik denk dat we daar niet over... Kontje geven. Dus ik zei wat je, ik ga kontje geven. Ik we maas op maken. Ik denk dat we daar niet over twijfelen, inderdaad. En ja, Frankrijk-Portugal kan een beetje alle richtingen uit zijn. Ik heb nog niet het beste van Frankrijk gezien, vind ik, dit toernooi. Zowel tegen Hongarije was het eigenlijk veel te weinig als tegen... Duitsland was het eigenlijk ook niet goed genoeg. Uh, ik denk dat Frankrijk nu wel een statement zal moeten maken. Maar ik heb van Portugal na die 4-2 ook een gevoel dat ze nu een statement gaan moeten maken. En als er één van die twee verliest, gaan die toch eigenlijk al mijn teleurstelling de groepronde moeten afsluiten voor mij. Wauw. Ik, uh, ik heb ook Ik denk een gelijkspel. Nee, nee. Ik zei: Portugal een resultaat behalen. Dus oftewel een gelijkspel of een zege. Ik zie ze niet verliezen. Want ik heb ze vaak zien spelen in de Eerste League tegen Frankrijk en zo. waren. Uh, voilà redelijk dominant, beter zelfs als ik eerlijk mag zijn. Um, en ik heb al vijf de Fernando Santos deze keer. Nee, hij deze wedstrijd gewoon al attack gaat gaan. Boom. Donny uh, Renato, San Sanchez. Pereira, Sanchez, Silva middenveld of Bruno middenveld. Silva, Felix, Ronaldo, drie paf. Ik wil goals zien. Geen, geen bla bla drie goals. Silva, nee. Felix en Ronaldo. Moet man. Al laten Moet okay. man. Nee, maar, ik denk, maar hij heeft wel die edge zo van, hij weet zoals het moet soms dan. Moet hij die dingen wel doen? Mm -hmm. Ik zeg dat um, De Chandre voor ging opteren om Toliso te starten en in zijn gebruikelijke rol zoals bij Chelsea te laten spelen. Dus mm -hmm. ik, denk dat, ik denk dat beide coaches een beetje zullen, zullen aanpassen naar de tegenstander. En ik denk dat het eerste kwartier, twintig minuten misschien wel een saaie uitspraak kan worden omdat het een tactisch steekspel is. Of het kan net heel open worden omdat er iemand fouten maakt in, de, in zijn opstelling. Dus Gaat ga Big Ben starten? Kant. Ik denk het wel, hè? Ja? ja, ik denk het wel. Is Ja. Gaat die slecht Geen idee. Ik Denk het wel. Je voelt dat deze wedstrijd is, dat hij het oudste thema gaat. Systeem gaat. Ik denk dat. Ja? Ja, ik denk dat. Oké. Okay. En uh, junior, <laughs> denk je dat de winnaar van het EK in die groep zit? In die groep F. Dus dat heb jij. Hij is nu blij is nu Bro, ik zeg je ja, eerlijk, ik denk het. Hè. Toch wel? Ja, ik denk het. Maar wie van de drie? Duitsland. Ah, wie de rivier, ja? Broer, Duitsland, op, op dit moment... Bro, die hebben zo'n rare liefde voor Duitsland, man. Nee, bro. Die mogen dat, jou niet eens naar Broer, Bro, dag, hoe dat is spelen, broer, dat is, dat is gestoord. Die mogen jou niet eens naar Ah, Ik, ik ma oh. maak Ja. Die mogen wij <laughs> niet... ja. Ja. Oké, moeim, licht uit. Waarom denk je dat de Duitsland gaat winnen? Allee, was die, kom. Broer, die zijn een dreiging. We in zeg Een aanval. Ja. En uw verdediging is solide, broer. Rudiger, Ginter en Hummels. Hummels. Ja. Oh, een en vastbroer. Hij moest het benen zijn. Hem zijn gescheurd tegen, tegen Mbappé. Rudiger mocht zelfs niet op dit toernooi zijn na zijn beetwaarde tegen Pogba. <laughs> en Ginter, ik weet niet man. Waarom is iedereen zo overtuigd over Duitsland? Ben jij overtuigd over Duitsland? Overtuigd. Ik denk dat je wel in een toernooi kunt groeien en ik denk dat Duitsland dat nu is aan het doen. Oh. Dus het is. Die stonden op, gewoon nee, vorig, maar op vorig, vorig WK. Voor het toernooi zou ik ook niet hebben gezegd dat ik Duitsland zie winnen, maar Mooi. het feit dat zij vier doelpunten scoren tegen Portugal en op de manier waarop ze ja, dat doen... Ja, broer. Ook, like, hun hun backs zijn offensief zo sterk, ik zie Gnabry de eerste twintig minuten tegen Portugal was hij aan het eten. Ja, maar tegen Frankrijk was hij de eerste twintig minuten niet aan het eten, dus ja, ik bedoel... Ja, maar, ja, maar dus tegen zo... Frankrijk waar die niet aan het domineren. Ik vind het niet, maar dat is, nee. moeilijk, dat is hoe misschien van, begin de van de tweede helft, helft zo. Hè? Ik vind het niet. Ik, vind, ik denk dat jullie vaak zien dat dominant is. Balbezit hebben, blablabla. Bla, bla. Ik zie dat niet als dominant. Ik vond dat, Duisland, ik vond dat Frankrijk heel dominant was met. Duitsland kon geen kansen creëren, ja? Ofwel, tegen Frankrijk. Jawel, ja. maar daarmee dat ik zeg voor mij, dus was... ik vond dat niet dominant. De ah, dominantie van Duitsland in die wedstrijd tegen Frankrijk vond ik wel vanaf de tweede helft. Nee, man. Jawel. Frankrijk had. Zo, Frankrijk was heel comfortabel in, de defensieve, in hun defensieve blok. En op de counters waren die elke keer gevaarlijk. Dus dan ga ik niet zeggen dat Duitsland dominant was omdat die 60% balbezit hadden. Mm -hmm. Ik vind het niet. Maar wat, wat zie je dan bij Duitsland? Wie zijn wie de grootste dreiging? Wie gaat de Goos komen? De manier waarop Kimmy die voorzet erin uh, blijft trappen en dat iedereen naar de tweede paal blijft lopen, vond ik een dreiging. Manier maar dat is niet na... je Frankrijk, dat is wat ik gewoon zeggen. Oké, okay, EWZ werkt daar wel, hè. ik snap dat. Ja, en EWC, dan, dan, dan zijn, ze... zijn ze gegroeid in toernooi. Gozens Go dus. Go Go die die flank helemaal opeet, broer. Jij bent bang van Goosens. Gozens heeft, die, Bro heeft een goed seizoen gespeeld bij Atalanta en heeft een heel goed seizoen. Hij is een toernooi. Van wie ben je bang in deze directie? Voor mij. Ik ben bang van Muller bijvoorbeeld. Nou ah, bro, ik ben niet bang van Muller. Ik ben bang van Sani of zo, maar niet Muller. Ja bro, Sani. ik ben bang van, van Muller, Goosens. Gnarbi. <laughs> Gnabry? Ge... Ja bro, als hij honger heeft. Als, Misch. zie, als, we zijn weer bij Asbjörk. Maar, als, oh, maar heeft, heeft de vorige dat ja, ook bewezen? Ja. Wie denkt jij dat hij gaat winnen? Ik heb al van begin gezegd, Portugal. Ik heb nou Waarom? Ik heb. En ze hebben gekregen van Duitsland. Dus... Snapte? Ja, dat is bro, waar. Die kon niet volgen. Dat is waar. Maar dat is één wedstrijd. Mm -hmm. Ik vond dat Duitsland niet zo sterk was tegen Frankrijk. Dat is maar één wedstrijd. Maar, ja, dat, dus... dat, maar dat is westrijd. ook maar één wedstrijd. Nee, nee, dat is waar. Dat is waar. Jullie hebben gelijk. Jullie hebben allemaal gelijk. <laughs> 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 Jullie hebben allemaal gelijk. Voilà. Maar ik zie het niet. Ik, ik zie het niet. Hoe dat ik het zie, voetbal, ik zie het niet. Er mist iets. iets. <groen> Bij Duitsland. Er mist iets. Iets. Ik weet niet wat, maar er mist iets. Wat vond jij dat Duitsland in 2014 had? Muller. Müller is er nog steeds. Maar zijn rol was anders. Wat was zijn rol toen? Anders systeem. Bro, ik denk. Um, was toch met Philippe Lam op de, op de backpositie yeah. anders, bro? Anders. Oh, Lam links. Die miste een spits, bedoelt je? Ja. Kimmig is er Nee, man. hij was niet Swits, want, nee, nee, spits, want toen was hij close. Maar hij kwam, hij kwam meer in die zones. Hij was toch altijd inf infiltreren precies? Ja, yeah, hij kwam nou, meer in die zones. Ja. Kimmig is er nu? Kimmig is zijn opvolger. Bij ik zie het niet, man. Maar nee, fuck Duitsland, anyways, man. Fuck Bastian Schweinsteiger. Ola, je hebt en nog Michael Palag. Nog steeds pijn tot vandaag. <laughs> oh. Nee, uh, junior, ik heb een verrassing voor u. Wauw. Voor mij ook? Ben je alert? Ben jij alert? Ik wow. ben alert altijd. Ben je Zeker? alert? De Ja. We gaan het laten lukken. <laughs> ja? Kijk, ik ga een paar vragen stellen. Mag ik één vraag stellen in begin? Ja, ja, kijk, ja, ja nee, moet ik heb beginnen, de, maar we zijn dan? nu begonnen, hè? Sowieso. Is Benzema beter dan Kane? Wauw ben zin wat beter dan Kane. Iedereen heeft een andere mening hierover. Wauw. Oh, politiek. Alles. Was De Wat de bedoeling is. We gaan dat niet met jou of nee doen. Je pakt iedereen op je eigen spel. Snap je? Maar we gaan u bepaalde vragen stellen. En je hebt 10 seconden om een antwoord te geven. 10. Ah, die game. Voilà. Dit is moeilijk. De eerste vragen zijn normaal gezien. Zova. Zot. Jij bent, gij volgt voetbal, dus ik ben ervan overtuigd dat dat wel zal lukken. Expert. So, ik hoop dat jij het wist. het begin bent. expert, maar we gaan proberen. Ja, ik hoop dat jij alert bent. Kopping, okay. please. Vraag nummer 1. Hoeveel landen nemen er deel aan het EK dit jaar? Nee, echt. 7 6 5. Ga eens opnieuw gokken vier, wat dat fout zijn. Gok 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 3 2 1. en loser. 24. 20. Yes? Dat juist. Yes. Yes? Yes. Maar Want moet je nu cool. gewoon binnen de seconde antwoorden of ben je raar? Oké, okay, oké, okay, is goed. Oké, okay, vraag twee. Hij spreekt het no. Waar gaat het EK 2021 door? EK 2021? 20, waar gaat 20? dat door? 20, 20, 20. Het is 2020. Hij doet gewoon ah, 20, 20. raar. raar. 2021. 20. 20, ah, broer, het toernooi noemt EK 2020, 20, man. 2021? Ja, waar dat gaat dat door? is een of ha? Waar gaat dat door? Nergens. Goed. Ja, een beetje raar. Wat is EK 2020, man? Niet ja, maar dat is toch de vraag? Dat is een strikvraag, man. Waarom? Een beetje, beetje raar. <laughs> dat is met uh, ja. ja, <laughs> een smash shield. Kut die jongen, want dan begrijp je sleeks. Dus vraag 3. Bro, jij wilt de rippe ripen. Dat is gewoon dat je hem hebt. Nee, <laughs> Wat ik zei in het begin dat is een strikvraag Alsjeblieft. Zwart, vraag 3. Hoeveel EK's heeft Jeremy Doku gespeeld? Zijn eerste. Okay. Het zijn niet de vragen? Je hebt het Hij heeft die vraag opgesteld. Je hebt het Niet zo. de vragen. Geen tien speels met een vraag. Hoeveel met vragen literaties? zijn er nog? Nog een paar. Oké. Okay. Vraag vier. Welk van deze bedrijven is geen sponsor van dit EK? Takeaway, Heineken, Fanta, Qatar Airways. Heineken. Bro. Bro, ik lieg. Bro. Wat dingen zegt ze opzij gezet? Bro. Ik lieg. Maar dat maakt niet uit. Niks. Next. Fanta, bro. Bro, ben je serieus? <laughs> broer, niks, broer. Je bent echt niet uit maar moeim, we gaan voort. Bro, ik heb je gezicht. Uh... Maar technisch gezien wel, hè? Ja? Technisch gezien wel, want Fanta is onder Coca-Cola Company. Snapt jij? Is onder, dat is een moederbedrijf. Dat is niet. Uh, dat is een dochterbedrijf, sorry, dat is niet een moederbedrijf. steeds Die hebben een eigen BTW-nummer, niet... dus dat wordt berekend op Fanta. <laughs> ik ben correct, broer. Merci, tu te calmes bon, qu petit. Observer. Quand les grands parlent, les petits se taisent. <laughs> voilà. Merci. Next question. Techèque qui speurde Nederland als laatst? Macedonië ou Frankrijk? noord macedonië mmh! mmh! <applause> 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 <laughs> <laughs> Je moest luisteren, Bro, Frans. Kom, je, man. Man. je gaat de Ripper man. niet rippen, broer. Oké, mm. oké. Okay, okay. Zit je, je riep vragen die gaan allemaal niet door. De normale vragen, je gaat mij klemmen. Maar die riep vragen ik word niet geript, broer. Hij weet niks, maar je gaat hem niet rippen. Huh? Snapt jij? Mm. Nog drie vragen. Voor welk land zou Missy uh, kunnen hebben gespeeld indien hij niet voor Argentinië had gekozen? Voor welk land? Ik denk dat hij een Spaanse pas heeft. Spanje. Ja, dat klopt. Is goed. Twee vragen. Wie won het WK in 1942? Broer, wacht, wacht. Nu ga ik tellen. In 1942 was er geen uh, WK, denk ik. Hoezo? Bro, er was geen WK. Maar hoezo was er geen WK? Bro, is mijn antwoord juist of niet? Nee, maar wacht, je moet dat al verklaren. Nee, zo? nee, nee, nee. Jij vraagt aan mij wie. Ik zeg, er was er geen. Ik zeg, er was er geen. Maar je moet dat verklaren. Nee. Uw vraag was niet verklaar. Uw vraag was... Uw vraag was niet verklaard. Mijn vraag is wie. Ja, ik zeg, er was er geen. Er was geen WK. Hij is wel de koning, Je moet het hem geven, man. Ja, bro, je gaat mij niet. Ik heb gelijk of niet? Heb je gelijk. gelijk. 1942 is Wereldoorlog. Mooi jongen, slimme jongen. Wacht, wacht, wacht. Wanneer is de Tweede Wereldoorlog begonnen en geëindigd? Tweede Wereldoorlog begonnen. Geëindigd. <laughs> wacht, wacht, wacht. Ik zie hier al zweet. Maar nu krijg ik meer dan 10 seconden. Ja, doen we het maar even. Het is gewoon dus broer. Bro. <laughs> uh, tweede Wereldoorlog. Fouts, like... Nee, nee, wacht, wacht, wacht. Geef me nog even. Mm? 19. 49. Luister. <laughs> uh, 42 was hij bezig? Wacht, <laughs> wacht, 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 wacht. Die was bezig in 42 en die is begonnen in 49. <laughs> ah bro, je weet dat niet bro. Bro, Nee bro, dat niet. 40 tot 45. Ah, 40 tot 45. Kijkers, kijkers, kijkers. Kijk, ik ga nu even naar school. Ga naar school. Ga naar school, dat is belangrijk. <laughs> <laughs> maar wacht eens. Maar maak ik... je. Haha! <laughs> mijlis, Je Voor uitgelachen, behind the scenes, ben je alert. Maar mannen. Bro, ga Bro, dat. Broer, mijlis. Zit... Junior, junior, junior. Jij zit niet in was er geen dingetje? want het was wel Ja, bro. Dus je hebt in 49, wakker, bro. Met jou. Bro, laat, bro. Moe, focus, focus, laat. Nee, wacht, hoe laat is het Laatste vraag, ah, laatste vraag. Bro, het is kwart voor twaalf. Als je mee u, je daf, laatste vraag, Alla, laatste vraag. Dit is een makkelijke vraag. De Allez, kom. Wanneer was de eerste wereldoorlog? <laughs> de eerste. Ja. 1914 tot 1918. Spelu lofa. Alain. We gaan twee de keer in vragen. <laughs> laatste vraag, laatste vraag. Wie is de oudste keeper van 2K? Buffon of Courtois? Broer. Wacht, is dat een strikvraag? Nee, dat is, dat is gewoon een vraag, weet je raar. Antwoord gewoon G. Ah. Dus wie is de oudste keeper kortaf of uh, Buffon? De, de oudste keeper. Want EK. G van beide. Wat? Jij bent Spaans. Jij, jij bent Spaans. Wie van die twee is de oudste op dit EK? Bent Bro, ik denk dat we maar nu riepen, Hoe zorg Bro, antwoord gewoon op de vraag, G. Is er geen andere keeper of zo? Ergens in Nee, maar wie maar, van die, die twee is de oudste op die? twee. op dit EK. Het oudste. Ja, ja, ik ik ja. ah. leeft Bro, leeftijd gewoon. Ja, nee, van nee. Wat anders. <laughs> bent... Van minuten of zo. Mooi, nu ik moet even nadenken, want jullie zijn rippers. Snap je? Pak je tijd. Jij bent echt Spaans. Jij bent gewoon totaal niet alert, man. Je mm -hmm. moet ermee stoppen. Oh. Nou, moet G ik stoppen, bro. Ben, ben jij niet alert? Ben jij alert? Jij moet vragen, ben ik alert? Jij huh? zegt nu ja, dus jij bent niet alert, bro. Maar, broer, maar dat is niet uit. Dat is mijn maakt Ik nee. moet Dat niet doen. Maar van waar kom ben je alert? Van hm? waar kom ben je alert? Dat is geen ja, nee. Ik ben alert. Je zegt ja. ja Rapperel is dat de Nederlandse taal. Maar mooi. Rapperel, ding. Antwoord. Waarom maak ik passen? <laughs> Passie is gewoon fout, hè? <laughs> eh. Passie is <laughs> gewoon, eh, gewoon dan fout. Dan heb ik liever bah, dat ik pas, tis, tis, fout. Het is die Bokourtois, het die Want Bifon is niet op dit EK. Ja, ziet ja, je? Dat is jammer. Ik ging buffon zeggen: Ja, iedereen. Yeah, 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 yeah. Ik ga die vraag niet beantwoorden, want ik weet het antwoord niet. Laat me rust. beste kijkers, zoals jullie hebben gezien, hij is duidelijk niet alert. Wacht eens, wacht eens. Nee, hoeveel vragen heb jij gesteld? Echt. Hoeveel heb ik gesteld? gesteld? Eén drie. of zo. Nee, stop die dingen, broer. Ik had misschien drie uh, strikvragen, juist. Strik of strik? Streek, broer. Streek of strik, broer. Strik of strik? Drie! Swet, je hebt drie op acht, ik weet niet waarom je blij bent met me nee, drie op acht Nee, ik had vier, ik had vier denk ik. Moment. Drie? Je mocht zelf straks terugkijken, ik heb er rustig drie, maar dat is niet erg. Ik wil alvast bedanken voor je aanwezigheid, want je bent totaal niet alert. Proost niet erg. Wordt jij bij je alert filmen dit Nee. Jawel? Nee. Straks, ja, straks, ja, straks, dat, straks, 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 straks. Allee, wrap it up, man. Ja. Ja. Doe er snel ja. een. Doe er snel Doe Maar ik denk dat je een breed woordenschat hebt. Ja, Hij is eloquent. Ja, dat vind je dus. kunnen we dat doen? Ik wil hem pakken, want hij wil mij kantelen. Ik weet niet waarover je het hebt. We gaan deze show afsluiten. Gilles, kijk in de camera en zeg tegen de mensen: wat ze moeten checken van jou? Check mijn YouTube-kanaal, Juno Vertongen. Mijn nieuw spelconcept, concept, ben je alert? Geen ja, geen nee voor 90 seconden lang. Talkers. Nee, daar ga ik er niet bij zijn. Gilles, bedenkt? Ah, is zo naar mijn mat in de bek. Emeraude, William en die andere. Brizzy, bedankt. U. Hoe heet jij weer al? U. Emeline. Bedankt. Emeraude Bolingoli. Emeraude Bolingoli. Ah, Emiroud, Bolingoli. Merci. iemand heeft jullie gevolgd, hè? En ik heb disrespect zo. Ah ja, ah ja. Niet zeggen, niet zeggen, niet zeggen, niet zeggen. Niet zeggen wij. Emiroud, Bolingoli, merci om ons te volgen. Junior, jij ook bedankt, maar je hebt een embrouilleur. Veer attention. Oeh. Ik weet het niet. Ik ben Andy Kisema. Dit was de Desordre Cool K-Sport. Dit was desorder. Blijf ons volgen, delen, als we gaan doen. Een gelukkige verjaardag aan Jaman Munga, Emerald Bolingoli. Tokos!